Op zaterdag 27 september vond op het vernieuwde Ridderplein in Gemert de 11e Veteranendag plaats. Na de vlaggenparade sprak burgemeester van Zomeren de aanwezigen toe. Geachte dames en heren, graag heet ik u namens de initiatiefgroep, het Veteranencomité en het gemeentebestuur van Gemert-Bakel van harte welkom hier op het Ridderplein. Het is fijn om te zien dat u vandaag weer met zoveel aanwezig bent op deze welhaast zomerse, maar bovenal bijzondere dag. Een special welkom to the Ambassador of Bosnia-Herzegovina, His Excellency Mr. Halilovic. It's an honor to have you as our guest today. Ook dit jaar is er weer veel inspanning geleverd door ons eigen veteranencomité Gemert-Bakel. Dank voor uw inzet en gedrevenheid om ieder jaar te komen tot een betekenisvolle dag. Vorige week stond in het teken van Market Garden. Samen herdachten we dat het 70 jaar geleden is dat het zuiden van Nederland bevrijd werd. Veteranen zijn helden die wij moeten koesteren. Onze vrijheid is nooit vanzelfsprekend en daarom moeten wij de verhalen die zij en hun omgeving vertellen blijven delen. Na de kranslegging droeg de heer Piet van Gogh een gedicht voor. Bevrijding. Verrassend, blij, tevreden. Naar door spanning, angst en beperkingen te hebben geleden. Het behouden van vrijheid is nimmer vanzelf gegaan. Alles gebeurde zo lang geleden. Samen met u staan wij veteranen bij deze vredesmaagd. Herinneren. Herdenken en bezinnen wordt weer opnieuw. Lijnspoost en het Wilhelmus werd door Fanfare Sint Cecilia het Millezen gespeeld. En daarna volgde nog een miniconcert samen met Fire Brigade, Pipes and Drums.